De maand november is uitgeroepen tot Diabetic Month. Lions Club Paramaribo Feliz heeft in dat kader een bewustwordingsproject uitgevoerd op de openbare school Blauwgrond. De serviceclub heeft gisteren een educatief halfuurtje gehad met de zesde klassers van OS Blauwgrond. Op een kindvriendelijke manier is geprobeerd om de leerlingen bewust te maken van de chronische ziekte diabetes mellitus, oftewel suikerziekte. Voorzitter Hortensia van Tol gelooft dat de boodschap goed is aangekomen bij de leerlingen. Ze hebben het begrepen, want we hebben ook dingen gemaakt voor ze. Brochures, no? Hebben voor ze gemaakt dat ze goed kunnen lezen en verder kunnen vertellen. En ik zag ze zo mooi lezen, dus ze hebben het. En het was heel goed gedaan, dat ze het veel beter kunnen begrijpen. En dus je ziet het, want de manier hoe ze hebben gereageerd nadat de verpleegsters klaar waren, heel goed gedaan. Heel goed. Om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen bij de leerlingen, heeft de club gewerkt met verpleegsters van COFAP. Verpleegster Gayatri Boudram zegt dat de kinderen veel vragen gesteld hebben over fastfood. Hoe ze ongezonde voeding natuurlijk, patat, burger. Ik heb ze dan aangegeven dat ze dat allemaal wel mogen nuttigen, maar belangrijk is de hoeveelheid en hoe vaak. Je mag een burger bijvoorbeeld één keer per week, patat, allemaal mag je gebruiken, maar met mate. Dit is belangrijk, u moet dit in de gaten houden, met mate. Water is heel belangrijk, geen softdrink, dat allemaal mag ook. Maar als diabetes moet u elke dag 1,5 tot 2 liter water per dag drinken. En dat was Gayatri Boudram, die de diabetische opleiding op COFAP volgt. De leerlingen hebben ook een gezonde maaltijd van Lions Club Paramaribo Feliz gekregen. Bewegen en gezonde voeding kunnen diabetes mellitus voorkomen.